Ik ben Alfred Veenstra. En ik ben Ruud Krabbenborg. Samen zijn wij projectleider Zonnige Bedrijven in de Achterhoek. We hebben één missie: alle bedrijfsdaken in de Achterhoek volleggen met zonnepanelen. U krijgt van ons een onafhankelijke begeleiding en een kosteloze quickscan aangeboden door uw eigen gemeente. Het is nu zeker interessant om het te doen. Waarom? Ja, de energieprijzen. Dat is hartstikke mooi om juist nu te gaan kijken van wat de mogelijkheden bij u zelf zijn. Als GUV hebben wij natuurlijk in deze regio een crematorium gepland, maar dat wilden we niet meer zo doen. We hebben geprobeerd om het groenste crematorium van Nederland te realiseren en dat is ook gelukt. Daarvoor hebben we natuurlijk niet alleen voor gezorgd dat het gebouw een hele lage energieverbruik heeft met isolatie, speciale materialen, speciaal glas. Maar daarnaast hebben we er ook voor gezorgd dat we de voeding voor de energie en de voeding voor de oven, dat we die dus via zonnepanelen zouden krijgen. We hebben dus een gasloos gebouw ook gecreëerd. En die oven die geeft een eventuele overschot aan energie, geeft die af aan een soort buffervat. En ook dat buffervat kan niet alleen door de oven, maar ook nog weer door de zonnepanelen gevoed worden met energie. Op dat moment dat wij daarmee bezig waren, kregen wij inderdaad van Liander te horen dat wij geen energie mochten terugleveren. Daarop hebben wij van de gemeente te horen gekregen, nou, neem eens contact op met AGEM. Daarop hebben wij inderdaad contact gehad met Ruud. En Ruud heeft daar eens goed begeleid en ervoor gezorgd dat wij inderdaad kosteloos goed geïnformeerd werden. Dat wij een begeleiding kregen waarbij we ook een berekening kregen van wat hebben we nodig aan zonnepanelen, wat kunnen we daarmee. En daar hebben we eigenlijk van geprofiteerd. Deze PV-installatie hebben we al in gebruik nu, ruim een jaar. Maar we hebben nog behoorlijk wat dakoppervlak over, waar ook in principe panelen op zouden kunnen. Vanuit die ooghoek hebben wij ook contact gezocht met sommige bedrijven om daar te verkennen eigenlijk wat er zijn er nog meer mogelijkheden om te doen met bijvoorbeeld zonnepanelen op dak. Het formaat van je installatie is eigenlijk vooral van belang dat dat stuk dak die energie opwekt waar je zelf nu ook van het net afneemt. Dus dat je meer off-grid of zelfvoorzienend wordt. Dat is eigenlijk het meest rendabel. Het gaat helemaal niet zozeer om een enorm dakoppervlak vol te leggen met panelen. Als je dat oppervlak hebt, dan uiteraard is dat wel aantrekkelijk. Maar het is zeker op dit moment veel aantrekkelijker om vooral dat stukje energie op te wekken dat je ook zelf nodig hebt. Dus, bent u ondernemer met een eigen dak? Bel ons voor een kosteloze quickscan of ga naar agem.nl/zonnigebedrijven.